Hallo jongens en meiden, dit is je Femke. Ik ga de spellingsles van vandaag aan jullie uitleggen. Eerst ga ik vertellen wat we gaan leren, wat we gaan oefenen. Daarna maken we het oefendicté. En als je die hebt nagekeken, ga je de opdrachten maken. En deze opdrachten zal ik van tevoren uitleggen in het filmpje. Veel succes! Open je werkboek op bladzijde 40 en 41. Dat is thema 7, les 1 en 2. We gaan vandaag aan de slag met de spellingsregel die hoort bij het voorbeeldwoord bakker en grappig. Kijk maar met me mee naar de instapkaart. Dit ga je leren. Je leert hoe je woorden met een korte klank aan het eind van een klankgroep schrijft. Bakker, grappig. Dit moet je weten. Verdeel het woord in klankgroepen. Je hoort aan het eind van de eerste klankgroep een korte klank. A. Ik doe het even voor bij bakker. Als ik bakker in klankgroepen hak, bakker, hoor ik aan het eind van de eerste klankgroep ba een korte klank, namelijk de A. De A is een korte klank. Daarna komen er twee medeklinkers, twee kaartjes in dit geval. Anders zou er baker staan. Ik doe het ook voor bij grappig. Ik hak het in klankgroepen. Grappig. Aan het eind van de eerste klankgroep, gra, hoor ik een korte klank, namelijk de a. Daarom komen er daarna twee medeklinkers, twee p'tjes. Anders zou er grappig staan. We gaan nu samen kijken naar het filmpje van Gerrit. Zo, dat was het filmpje van Gerrit. Zal ik hem nu even weer verkleinen. Gaan we nog even naar twee andere spellingsregels kijken. We gaan eerst nog even hier naar kijken. Ik heb namelijk nog twee andere woorden opgeschreven die horen bij de spellingsregel van bakker. Namelijk ballon en mussen. Als ik ballon in klankgroepen hak, krijg ik ballon. Dat zie je ook in het scherm staan. Ba, de A is een korte klank aan het eind van de eerste klankgroep. En daarom schrijf ik twee keer de L op, zodat er ballon staat en niet balon. Mussen, als ik dat in klankgroepen hak, krijg je mussen. Me, de U is een korte klank aan het eind van de eerste klankgroep. En daarom schrijf je twee keer de S op. Anders zou er mussen staan. Dan gaan we nu nog naar een andere spellingsregel kijken die je eerder hebt gehad. Namelijk de regel die hoort bij tong. Hoe je woorden schrijft met NG. Je hoort N, maar je schrijft NG. Voorbeelden daarvan zijn botsing, tong, ring, noem maar op. Deze woorden die horen bij deze regel krijg je zometeen ook op het oefendicté. Ook kijken we nog even naar de spellingsregel die hoort bij het voorbeeldwoord van jarig. Je hoort jarig, je hoort ug, maar je schrijft ich. Dus ik ben jarig,
Je hoort vooral de ug, maar je schrijft ig. Denk daar ook even aan zometeen bij het oefendictee. Sla ik even over. Dan zie ik hier het oefendictee voor me. Dat zien jullie ook in je werkboek. Ik ga zo meteen het woord voorzeggen, de zin die erbij hoort en dan nog een keer het woord. Zet het filmpje even op pauze om het woord rustig op te schrijven. En daarna kan je weer op play drukken om het volgende woord te horen dat ik ga vertellen. Ik ga dus de woorden gewoon achter elkaar vertellen en jij zet ze dus zelf het filmpje op pauze. Veel succes, denk goed aan de regels die we net hebben besproken. Nummer 1. Aardappel. Er ligt nog één aardappel op mijn bord. Schrijf op aardappel. Aardappel. Nummer 2. Boterham. Tussen de middag eet ik een boterham. Schrijf op boterham. Boterham. Nummer 3 is mager. Dat kindje ziet er heel mager uit. Schrijf op mager. Nummer 4. Massa. Er staat een massa mensen op het plein. Massa. Nummer 5. Schaduw. Er verschijnt steeds meer schaduw in de tuin. Schaduw. Nummer 6. Prettig. Ik vind het heel prettig als je me even wilt helpen. Schrijf op prettig. Nummer 7. Oordeel. Ik heb daar geen oordeel over. Schrijf op oordeel. En nummer 8, de laatste. Ten slotte. Ten slotte wil de juf nog iets vertellen. Schrijf op ten slotte. Oké. Als het goed is, heb je alle 8 woorden opgeschreven. Dan gaan we ze nu nakijken. Dat laat ik zien. Je kan ook eerst je vader of moeder of een broer of zus het laten nakijken. Even kijken wat er goed is en wat misschien fout. Maar dan zal ik nu de antwoorden laten zien. Ik vergroot ze even. Dat wil even niet. Ja, dat wil wel. Hier zie je de antwoorden. Kijk het rustig na. En zet het filmpje even op pauze om het na te kijken. Ik ga zo meteen weer verder vertellen. Oké, dan ga ik nu de opdrachten uitleggen bij les 2. Als het goed is, heb je het oefendictee nagekeken. En net als dat we op school altijd doen, ga ik ook vertellen welke opdrachten je moet maken. En dat ligt aan de hand, dat ligt eraan hoeveel fouten je hebt. Als je alles goed hebt of maar één fout, begin je straks bij opdracht 2 en 3. Als je 2 of meer fouten hebt, begin je bij opdracht 1 en ga je daarna opdracht 2 en 3 maken. Dus, als je alles goed hebt of maar één fout, begin je bij opdracht 2 en daarna maak je opdracht 3. Opdracht 4 ga je dan ook proberen. Heb je 2 fouten of meer fouten, dan begin je bij opdracht 1 en maak je daarna opdracht 2 en 3. Op
opdracht 4 hoef je dan niet te maken. Maar dat mag natuurlijk wel als je het leuk vindt. Ik leg alle opdrachten uit. Mocht je door willen spoelen naar de opdracht die jij moet maken, dan moet je dat gewoon doen. Maar ik begin even met de uitleg van opdracht 1. Schrijf het woord op. De groene letter is de beginletter. Kies uit. Nou, er staat groene letter, maar bij mij lijkt het toch echt meer blauw. We moeten de woorden die bovenaan staan op de goede plek zetten. Zin 1 is voorgedaan. Als je iets in een winkel koopt, betaal je bij de kassa. De K van koopt, dat is de beginletter van het woord dat we moeten opschrijven. En dan zie ik ook nou, twee woorden met de K, dat is kassa en komma. En dan zie je op het plaatje de kassa staan. En dat past ook in de zin. Komma zou ook niet in de zin passen. Nummer 2. Als je niet samen bent, ben je... De A van samen is groen gekleurd, blauw gekleurd. Dat is de beginletter van het woord dat we zoeken. Ik zie maar één keer een woord met de A bovenaan staan, die met de A begint. Alleen. En dat klopt ook. Als je niet samen bent, ben je alleen. Nu heb ik 2 zinnen voorgedaan, mag je de rest zelf doen. Veel succes! Ik ga opdracht 2 uitleggen. Je kan het filmpje dus weer op pauze zetten, totdat je klaar bent met opdracht 1. Of je luistert eerst mijn hele uitleg af en gaat daarna de opdrachten maken. Opdracht 2. Lees eerst de hele zin. Schrijf dan het woord op. Nummer 1. Vind jij een mossel lekker? Dat glibberbeest, ik vind dat vies. Schrijf op mossel en denk eraan mossel. De O is een korte klank aan het eind van de eerste klankgroep. Daarom schrijf ik 2 keer de S op. Ik wil even met jullie kijken naar zin 3, want die is wel een beetje lastig. Vind jij verhalen over Ro, puntje, puntje, eng? Zoals het verhaal over Ronja? Ik vind dat juist mooi. Misschien ken je het boek wel over Van Ronja, de roversdochter. Nou, nu heb ik je al een flinke hint gegeven welk woord er moet staan bij nummer 3. Denk er dus goed aan of het woord hoort bij de spellingsregel van bakker. Of je 2 medeklinkers op moet schrijven of niet. Hak het woord dus in klankgroepen. Dan ga ik nu opdracht 3 uitleggen. K of KK? Schrijf het woord op. Zin 1. Bemoeien met je eigen zaken. Nou, ik hak het in klankgroepen. Zaken. Dan hoor ik aan het eind van de eerste klankgroep een lange klank. Dus dan hoef ik maar 1 K op te schrijven. Nummer 2. Wat heeft die vrouw hoge hakken? Hakken. Hé, nu hoor ik aan het eind van de eerste klankgroep korte klank, de A. Moet ik dan 1 K opschrijven of juist 2? Dat lukt je vast wel. Ik leg ook nog even opdracht 4 uit voor de kinderen die dat moeten maken. Dat zijn de kinderen die alles goed hebben of maar 1 fout. En de andere kinderen mogen opdracht 4 maken. Ken jij voornamen met 2 dezelfde medeklinkers in het midden? Bedenk er 4. De naam Sanne is voorgedaan, want Sanne, Sanne, de A is een korte klank aan het eind van de eerste klankgroep. Dus zijn er 2 N'tjes opgeschreven. Nog een naam met 2 medeklinkers in het midden is bijvoorbeeld Jesse, Jesse. De E is een korte klank, dus schrijf je 2 S'jes op. Nou, ik hoop dat jij ook nog meer namen kan bedenken. En anders vraag je je vader of moeder of iemand anders die je kan helpen om namen te bedenken. Dat is vast wel leuk. Ik heb nu alle opdrachten uitgelegd. Ik wens je heel veel succes bij het maken van deze les. En tot een volgende keer.